Michiel Kremers, welkom bij nog een aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik een samenvatting geven van wat ik de afgelopen periode heb gedaan om een nieuwe online omzetstroom in mijn eigen bedrijf op te starten en je de stapjes die daarbij komen kijken te laten zien. Dat is wat ik graag in deze podcast voor elkaar wil krijgen, is je meenemen achter de schermen van mijn eigen bedrijf en je laten zien hoe ik dit voor elkaar krijg. Dus laten we snel beginnen. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag: hoe worden kleine ondernemers groot? Oké, zoals ik al heb aangegeven, heb ik de afgelopen periode een nieuwe online omzetstroom aan mijn eigen bedrijf toegevoegd. En zoals je hoorde in de intro van deze podcast, is eigenlijk mijn doel om je te laten zien hoe ik in mijn eigen bedrijf, wat ik beschouw als een modern marketingbedrijf, een modern online bedrijf, is je te laten zien hoe ik daarin online omzetstromen creëer en hoe ik de schaalbaarheid van internet toepas. En ik hoop dat ik je daarmee een aantal pointers en tips kan geven die je kunt gaan toepassen in je eigen bedrijf. Dus laat me een samenvatting geven van hoe ik daar de afgelopen tijd zelf aan bezig ben geweest. Wat we hebben gedaan in het bedrijf, want ik zeg wel ik, maar ik ben tegenwoordig helemaal niet meer alleen en ik wil ook absoluut niet dit laten overkomen alsof het een soort van one-man show is, want er zitten een aantal fantastische mensen om me heen die me enorm helpen met de dingen die ik doe. Maar wat we hebben gedaan de afgelopen periode is, we hebben een zogenaamde funnel gecreëerd. Nou is voor sommigen van jullie de term funnel misschien niet nieuw, maar een funnel is in principe een verkooptraject met meerdere stappen waar we onze potentiële klanten doorheen laten lopen om ze uiteindelijk om te vormen tot betalende klanten. Om ze kennis te laten maken met wie we zijn, wat we kunnen bieden, om ze te overtuigen van de waarde die dat ze kan opleveren en om ze daarmee uiteindelijk aan boord te krijgen binnen ons bedrijf. De stappen die we daarvoor hebben gezet, dat zijn er een aantal. En de eerste daarvan was de ontwikkeling van een cursus. Ik ben meer dan 10 jaar bezig met online marketing. Ik had al heel lang het soort geestenkind in mijn hoofd zitten van een online marketing cursus waarin ik alles wat ik geleerd heb door de jaren heen, alles wat ik geprobeerd heb, eigenlijk vooral alles wat voor mij niet gewerkt heeft, waarvan ik het meeste heb geleerd, waardoor ik uiteindelijk heb kunnen ontdekken wat wel werkt, uiteen wilde zetten en eigenlijk de kortst mogelijke weg wilde ontwikkelen voor een Nederlandse ondernemer die vandaag de dag begint met het ontdekken van de mogelijkheden van het internet. Dus de kortste weg die die persoon zou kunnen nemen naar online succes, naar online omzetsucces en naar het creëren van een geautomatiseerde schaalbare omzetstroom voor zijn bedrijf. Die cursus was het eerste gedeelte daarvan. Die heb ik vorig jaar gemaakt. Daar ben ik het grootste deel van het jaar mee bezig geweest. En die cursus die is vrij uitgebreid geworden. Daar zitten videotrainingen in, cursussen, webinars. Daar hebben we een supportteam voor op poten gezet om de klanten te helpen. En dat heeft een heel groot gedeelte van het vorig jaar in beslag genomen. Maar toen dat eenmaal stond, toen konden we beginnen met een eerste verkooptraject. Wat er voor dat verkooptraject ontwikkeld moest worden, was eigenlijk wat concreet zo'n verkoopfunnel inhoudt. En dan heb je het over verkopende pagina's, of eigenlijk inschrijfpagina's, om ervoor te zorgen dat mensen voor mijn marketing bereikbaar zouden worden. Iets wat je, als je mij volgt, iets wat je me vaker hoort zeggen, is dat het allerbelangrijkste doel van je website is zorgen dat je doelgroep bereikbaar wordt voor je marketingboodschap in de toekomst. Oké? De tweede stap, het tweede wat we hebben moeten ontwikkelen daarvoor, was een verkoopkanaal. Dus nadat mensen ingeschreven waren op die e-maillijst, hebben we een verkoopkanaal moeten ontwikkelen. In dit geval hebben we gekozen voor webinars. Ik geef al heel lang webinars binnen mijn bedrijf om mijn producten mee te verkopen, maar om even een beeld te schetsen, je kunt ook kiezen voor verkopende pagina's, verkopende video's, noem het maar op. Waar het om gaat is dat je een concreet medium kiest om het langs te verkopen. Vervolgens hebben we die webinars moeten vullen, dus mensen in die e-maillijst moeten krijgen en in dat webinar moeten krijgen. En daarvoor heb je traffic nodig, bezoekers. Dat hebben we gedaan met advertentiecampagnes via Facebook. Iets wat op dit moment heel erg goed voor ons heeft gewerkt. Dat alles hebben we aan elkaar gekoppeld. En als je dat dan eenmaal hebt staan, dan heb je iets om te verbeteren. Dan heb je eigenlijk een case study. Dan kun je gaan kijken, wat zijn mijn resultaten en wat doet het voor me? Nou, dat hebben we gedaan. Toen kwamen we erachter dat daar een aantal verbeterpunten in zaten. De inhoud van het webinar komt beter. Op een gegeven moment ga je kijken naar wat doen je advertenties op Facebook voor je. Kun je daar nog iets aan veranderen? De e-mails, de e-mailmarketing, alle inhoud daarvan.
Daar hebben we aan geschroefd en gesleuteld. Toen hadden we in principe een systeem wat op de investering van die we deden in Facebook, dus het trekken van bezoekers, wat daarop winst maakte. Maar het probleem was dat het best wel een uitdaging was voor ons om daar voldoende aan over te houden. Want je moet je realiseren dat er natuurlijk veel kosten bij komen. Kijk, je betaalt veel voor de advertenties, maar we betalen natuurlijk ook het team, we betalen de infrastructuur, de programma's die we gebruiken, de ontwikkeling van al het materiaal kost veel geld, kost veel tijd. Dit zijn allemaal investeringen die er uiteindelijk uitgehaald moeten worden. En ondanks het feit dat het eigenlijk een succes was, want het marge was ruim en we konden er goed op verdienen, viel daar nog een grote verbeterstap in te halen. Nogmaals, de kracht van het internet is dat je grote omzetstromen op gang kunt brengen als je het op de juiste manier doet. Dus waar we de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest, en dit is ook waar begin 2018 van in het teken heeft gestaan, is het toevoegen van een nieuw product aan het bedrijf. Dat nieuwe product is niet in het leven geroepen om op zichzelf staand een zeer winstgevend product te worden. De gedachte achter dit nieuwe product was dat ik eigenlijk iets wilde ontwikkelen wat de grote kostenpost van het adverteren via bijvoorbeeld Facebook en andere kanalen kon opheffen. Waardoor we die kosten niet meteen kwijt waren, waardoor dat niet allemaal van de winst zou verdwijnen en waardoor het zoveel lastiger was om het bedrijf winstgevend te houden. Wat we daarop hebben ontwikkeld als antwoord was de online omzet website Review. Misschien heb je daarvan gehoord. Ik heb door de jaren heen inmiddels een specialistisch team om me weten op te bouwen. Mensen die mijn gedachten goed over online marketing met me delen. Die in sommige gevallen daar ook echte bijdragen aan hebben geleverd en die heel goed zijn in wat we doen. Samen hebben we eigenlijk de formule van wat een online bedrijf, een website, nou eigenlijk laat verkopen, hebben we goed kunnen samenvatten eigenlijk in een vertaalbare formule. En die formule is wat we aflopen bij de website reviews. Dus we zijn aan bedrijfseigenaren, aan website-eigenaren de review gaan aanbieden, waarmee we de websites toetsen aan onze online marketing kennis. En we kijken dan, wacht eventjes. Waarom, als we een nieuwe website binnenkrijgen, een nieuwe aanvraag binnenkrijgen, dan gaan we kijken, waarom verkoopt deze website niet of niet voldoende? Waar liggen de verbeterpunten? Dan gaan we eigenlijk alle kennis die we op hebben gegaan, gaan we af. En dan gaan we kijken, voldoet de website hieraan? Voldoet de website aan dit punt? Voldoet de website... Nou, die website review, dat is eigenlijk de gecondenseerde, package van kennis die we aan kunnen bieden. Dus dat biedt een ontzettend korte weg naar de direct te nemen stappen voor een ondernemer om zijn resultaten te vergroten. Het is niet hetzelfde als de cursus, want in de cursus leer je eigenlijk hoe je iets moet veranderen. Dus je moet het onderscheid eigenlijk zien in de wat-vraag en de hoe-vraag. Wat moet er veranderd worden om betere resultaten uit je bedrijf te krijgen en hoe moet ik dat doen? De website review beantwoordt de wat moet ik doen-vraag, de wat-vraag. En daarbij gaan we er eigenlijk vanuit dat je al wat kaas gegeten hebt van hoe je omgaat met websites, met het internet, dat je wat tools zelf kunt gebruiken. En bij de cursus beantwoorden we de hoe-vraag. Dus daarbij leggen we helemaal uit in depth, hoe moet ik dit nu aanpakken? Wat moet ik allemaal kunnen? Welke tools komen erbij kijken? Hoe gebruik ik die? Hoe ga ik om met tekst? Hoe overtuig ik mijn klant? Hoe kan mijn website dat werk uit handen nemen? Daar beantwoorden we heel erg de hoe-vraag. Nu hebben we dus twee producten die heel erg goed bij elkaar aansluiten, maar die verre van hetzelfde zijn. En dit hebben we nu uitgebouwd in één funnel, één verkooptraject. Wat houdt het in? Dat houdt in dat we in de eerste instantie een nieuwe bezoeker, een nieuwe potentiële klant introduceren aan de website review. Dus we presenteren de website review als eerste. De nieuwe bezoeker die komt er daardoor achter wat wij kunnen leveren, wat we kunnen bieden en ook wat de kwaliteit is van ons werk. Hier zit een verkooptraject aan vast waar heel veel gedachten in is gaan zitten. En waar we heel erg veel tijd en moeite in hebben gestoken. Het leuke is dat dit verkooptraject alleen al de kosten van het adverteren dekt en daar winst op maakt. Dit proces is grotendeels geautomatiseerd, waardoor het gigantisch schaalbaar is. En waardoor we heel erg veel nieuwe klanten kunnen binnenhalen. Maar waardoor we tevens heel veel meer leads kunnen binnenhalen die betaald worden door de klanten van de website review. De volgende stap is dat al deze leads, of ze nu wel of niet gekocht hebben, doorstromen naar het mogelijke koopmoment van de cursus. Het exponentiële omzetontbrandingstraject. Dit is waarin we de hoe-vraag beantwoorden. Iets wat voor bijna al deze potentiële klanten relevant en interessant is. Daaruit komt een ander percentage klanten. En dit samen zorgt voor een veel grotere winst dan we maakten toen we alleen die cursus aanboden aan de hele groep leads. En daar ook alle kosten van moesten betalen. Dit is eigenlijk wat... Ja, dus laten we zeggen, het afgelopen jaar,
2017 heeft in het teken gestaan van het ontwikkelen van die ontzettend uitgebreide cursus waarmee we... Ja, waar echt al mijn marketingkennis in zit, waar alles wat ik heb geleerd in gedeeld wordt en waarin we mensen eigenlijk de kortste weg bieden naar, naar het zelf bouwen en onderhouden van een schaalbare omzetstroom, hè, van het maken van geautomatiseerde schaalbare winst met je website en via het internet. En wat daar nu bij is gekomen sinds begin 2018 is die website review als instapproduct, eigenlijk als laagdrempelige kennismakingsmogelijkheid. En het leuke is dat allebei deze producten onze klanten van zo ontzettend veel waarde voorzien. Van zo'n ontzettend geweldige prijs-kwaliteitverhouding, als je het mij zelf vraagt. Hè, dat is misschien een klein beetje ongegeneerde zelfpromotie. Dat we eigenlijk uitsluitend blije klanten hebben op dit moment. En dat is natuurlijk geweldig om te zien. Dus we krijgen heel erg veel leuke reacties. De reden dat ik dit voor je wilde opnemen is, ik zit op dit moment bij een online marketing evenement in de Verenigde Staten. En het was eigenlijk mijn bedoeling om tijdens de podcast wat van mijn inzichten van dit moment met je te gaan delen. Maar voordat ik dat ging doen, wilde ik heel graag voor je samenvatten en uiteenzetten waar ik nou eigenlijk afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Oké, dus vandaar deze aflevering. Hoe dit allemaal op elkaar aansluit is. En dit is waarom ik de afgelopen periode, wat je gezien hebt in de afgelopen afleveringen, zo hard bezig ben geweest, zo aan het knallen ben geweest. Is omdat ik dit systeem wilde hebben staan voordat ik naar dit evenement toe ging. Om vervolgens alles wat ik hier weer leer en alles waar ik hier weer even aan herinnerd word en alles wat weer even wakker geschud wordt qua marketingtactieken kan gaan toepassen op dit systeem. Zodat ik het kan verbeteren, verder kan opschalen, verder kan uitbreiden en hopelijk daardoor nog meer mensen kan bereiken en kan helpen. Okay? Dus daarom deze eigenlijk introducerende podcastaflevering. Ik hoop dat ik hiermee help en dat ik je een heel klein beetje insights geef in... inzicht geeft in hoe je zo'n online verkoopproces schaalbaar maakt. Dus nogmaals, we denken er eigenlijk iedere keer aan hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de revenue, de ROI op het binnenhalen van een nieuwe klant zo hoog mogelijk maken. Dus als we 1 of 2 of 3 of 10 euro moeten uitgeven via bijvoorbeeld advertenties om aan een nieuwe klant te komen, dan willen we ervoor zorgen dat het proces waar deze potentiële klant doorheen gaat zoveel mogelijk winst oplevert. Alles wat we dus ontwikkelen in het verkooptraject is bedoeld om daaraan bij te dragen. We zien dus ook alles als een geheel en we koppelen alles aan elkaar. Dat is eigenlijk de uitdaging die ik je wil geven voor je eigen bedrijf. En dat is ook meteen de vraag die ik je wil stellen is, was dit hoe jij tegen je online bedrijf aankeek? Of zat je nog in een mentaliteit van, ik moet gewoon laten zien via internet wat ik te koop heb en dan moeten mensen zelf komen? Realiseer je dat niet de aanpak is die voor een schaalbare online omzetstroom zorgt? En realiseer je nu misschien wat voor jou de volgende stap is om te gaan zetten? Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Laat me dat weten via de comments. Als je dit soort tips en informatie interessant en nuttig vond, abonneer je dan. Dan laat ik je weten wanneer er nieuwe afleveringen beschikbaar zijn. Dan deel ik zoveel mogelijk van wat ik aan het doen ben. Ik hoop dat je dat interessant vond. Dus ja, laat een comment achter. Like deze video als je hem waardevol vond. Want dat vind ik heel erg leuk om terug te zien. En daar moet ik het van hebben. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heel erg bedankt voor je aandacht. En ik hoop dat ik je zie bij de volgende aflevering. Tot snel. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com/podcast.